Welkom bij deze video. Vandaag praten we over Axio Esse X10 3. En daar hebben we dus uiteraard zeer mooie upgrades voor van Trial Hobby. Dit zijn de mooie portaalassen van Trial Hobby. Mooi gewicht. Het is kwaliteit. Het is echt ongelooflijk. Ze zijn zeer mooi. Als we er korter op ingaan, ze zijn dus zeer mooi. De originele ports van Axio passen er mooi in. Beadlocks zijn ook zeer mooi. Kwaliteit en hebben een mooi gewicht. Als je er banden wil opzetten, dat gaat vrij vlot. En dat is ook wel zeer belangrijk, want sommige beadlocks is dat soms wel een probleem als je er banden wilt opzetten. Een skidplate voor de Esse X10 3. Metaal, een zeer stevig materiaal allemaal. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n mooie portaals gezien als deze van Trail Hobby. Ze maken nog meer onderdeel eigenlijk, ook voor TRX 4. Element Enduro, Axio Capra, Axio Raid en nog veel meer eigenlijk. We gaan dus deze portaals gaan we plaatsen op deze SX10 3. Dan maken we opnieuw een video en dan laten we zien hoe deze portaalassen het doen op deze SX10 3. Het gaat echt een groot verschil zijn. Je gaat merken dat je van je auto een betere gaat maken. Dat is toch de bedoeling, daar doen we het allemaal voor. Upgrades zijn leuk, maar het moet dan ook resultaat opleveren. En met deze beadlocks ben je er zeker van. Als je gaat rijden met deze beadlocks, ben je zeker dat ze niet terugkomen in twee stukken. Wat wel eens gebeurt met de originele portaals van Axial Racing. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Binnenkort zie je hier meer video's. En we gaan ook naar de toekomst toe de links gaan plaatsen op Scale Adventures page. En ook nog op de RC Junkies page, waar je deze assen dus kunt gaan kopen. Of deze portaals beter gezegd. Ik wens jullie nog allemaal een prettige dag verder.